En we zijn weer live, gluren bij de Duurzame Buren. Tweede aflevering vanuit de gemeente Medemblik. En we zijn bij Erik Huismond te gast. Erik, wat leuk dat we hier mogen zijn, man. Ja, oké, van harte welkom. Ja. Ja, nou, graag gedaan. Zo voelen we ons ook. Ja. En natuurlijk Peter Buescher. Ik ben Peter Buescher. Ik ben adviseur bij Duurzaam Bouwloket. En ik adviseur dus bewoners over het verduurzamen van hun woning. En jullie kennen elkaar al een beetje, hè? Ja, ik ken vooral collega's ook van me, inderdaad. En net natuurlijk even kennis gemaakt. Maar ik begrijp dat je ook al gebeld hebt naar Duurzaam Bouwloket. Ja, ja. Dus, er is veel informatie te krijgen. Dus, hartstikke goed. Ja. Nou, dat is een goede zaak. Je bent zeer actief. Dat gaat u zo meteen natuurlijk ook bekijken. Mijn naam is Chris Wobben. Je kijkt dus naar Gluren bij de Duurzame Buren. Een project van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Duurzaam Bouwloket. En natuurlijk de zeven West-Friese gemeenten. Leuk dat je kijkt. Je kan ook vragen stellen. Dat kan via Webinar Geek, gewoon via de chatfunctie. En als je Facebook gebruikt, nou, dan kan het gewoon in de comments. En dan krijg ik ze uiteindelijk in mijn telefoon. Dus hier, als ik straks een beetje kijk, dan ben ik niet aan het gamen of sporten aan het checken. Maar dan zijn het dus de vragen die binnenkomen van de kijkers. Gisteren opvallend veel vrouwen. Dat is toch wel een leuke constatering, toch? Is duurzaamheid een mannending, Peter, of niet? Nee, helemaal niet. Daar zie je eigenlijk niet heel veel onderscheid tussen mannen en vrouwen. Misschien de technische varianten wel wat meer mannen, maar het onderwerp zelf zeker niet, nee. Ja, het onderwerp sowieso, hè. Nou ja, de noodzaak, dat is eigenlijk geen discussie meer, Erik. Nee. Wat is nou voor jou de belangrijkste motivatie geweest? En ja, wie is Erik Huisman eigenlijk? Wat doe je? Ja. Nou, wat doe je in het dagelijks leven als je niet online bent? Ik heb een printbedrijf, de lichtdrukkerij in Zwaag. De lichtdrukkerij in Zwaag. Ja, ja. En wij printen onder andere bijvoorbeeld de boeken van Theo van Lieshout. Waar ontzettend veel informatie uit te krijgen is. Dus, voor mensen die nu in de stream zitten te kijken, Theo van wie? Wie is Theo van Lieshout? Theo van Lieshout woont in Wochnum. En die heeft simpele boekjes in Jip en Janneke taal geschreven, maar ook zeer uitgebreide boeken. Waar je alle informatie kunt vinden over je huis isoleren, warmtepompen en noem maar op. Oh, dus echt heel actueel over... Ja. Jij kent Theo van Lieshout ook? Ik ken Theo van Lieshout heel goed, inderdaad. Verschillende informatieavonden al met hem gestaan, om ook bewoners te informeren. Zij is zeker vriend van het bedrijf, om het zo maar te zeggen. En die boeken hebben wij ook zeker liggen. En is hij dan een wetenschapper of zo? Of iemand die net als jij, Erik, heel erg bezig is met het thema? Hij heeft zich ook heel erg hierin verdiept. Maar hij heeft ook jarenlang bij de universiteit gewerkt. En op bepaalde gebieden wist hij al ontzettend veel van. Over de straling, uitstraling van voorwerpen naar de ruimte toe, zeg maar. En wat dat doet allemaal. Daar weet je heel veel van. En andere dingen heeft zich ontzettend goed in ingelezen. Hij heeft zijn huis een paar jaar geleden ook al energie-neutraal gemaakt. Aha. En ook gewoon een middenwoning ook. Genoeg panelen erop gezet. Dat hij zelfs zijn elektrische auto erop kan laten rijden. Zijn warmtepomp draait erop. En dan helemaal energie-neutraal. Dus het is wel iemand waar jij veel contact mee hebt. Ja, en elkaar ook beroepsmatig. Maar ook hobbymatig kunnen we het ook wel eigenlijk zeggen. Ja, hè? Kunnen we zeggen, ja. Ja, je hebt ook nog 10 jaar voor de musicalvereniging Wochnum gespeeld. Ja. Wat leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Leuke vereniging. Ja. Ja, maar ik ben al jaren gedaan. Ja, oké. Maar goed, hartstikke mooi. Hey, nou, met duurzaamheid, hè, natuurlijk het project Gluren bij de Duurzame Buren. Het is de vervanger eigenlijk van de Open Duurzaam Huizendag. Eén dag, nu hebben we een enorm project van gemaakt. Heel gaaf. Heel nieuw. Maar jij bent al heel lang bezig met verduurzamen. Dat thema heeft je altijd al... Eigenlijk op de lagere school, als ik een spreekbeurt hield, dan hield ik hem al over dat we van de olie af moesten en dat we aan de zonnepanelen en dergelijke moesten. Die tijd daar. Ja, toen was ik er al mee bezig. Het heeft alleen heel lang geduurd voordat ze bij mij erop lagen. 5 jaar terug heb ik ze pas opgelegd. Maar toen was ik er al erg mee bezig, ja. En waar is die interesse door gewekt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is nu in ieder geval zo dat ik zeg van ja, wij moeten deze aarde beter achterlaten dan dat die nu is. We zijn nu afhankelijk van olie en gas en... Ja, zelf zeg ik ook hoor, ik ben eigenlijk liever niet afhankelijk van het gas van Poetin. Laten we maar lekker onafhankelijk worden als Nederland zijnde. En met z'n allen zorgen dat we daar die duurzame bronnen halen. En dat gaat prima. Ja, zon, winter, zon, wind. Ja, het wordt bijna nog geen winter gelukkig. Het is een prachtige nazomerdag trouwens vandaag in het mooie Wochnum. Ja, inderdaad, dus daar ben je altijd wel in geïnteresseerd. Wat leuk zeg. En is dat ook een familietrek? Zijn er meerdere familieleden van jou...
daarin geïnteresseerd. Ik begreep dat jouw zoon, Bart, als ik het goed heb, die kijkt volgens mij ook, Bart, die kijkt ook, die is ook met dat thema bezig. Ja, die is ook vanuit GroenLinks is ook erg mee bezig en die wil ook meer verduurzamen. Ja. Oh, want Bart zit in de raad of zo? Ja, hij zit wel bij de GroenLinks, niet in de raad, ik weet niet precies hoe je het noemt, commissielid of zo. Maar hij heeft ook dus die duurzaamheid. Die interesse, dat breng je toch een beetje door, en ik hoop dat mijn dochters ook nog een keer zeggen van, we gaan er dus wat meer aan werken. Maar ja, de een zit in een huurhuis en de ander zit in een flatgebouw. En dat is best lastig. Dan moet je het al in een flat moet je het met de hele VVE gaan doen, denk ik. En dan nog is dat best moeilijk daar. Dus maar ook eigenaar, eigenlijk voor iedereen kleine dingetjes. Gewoon ledlampen in je huis en zo. En de verwarming is een keer een graadje lager. Gewoon erom denken. Gewoon bewust mee bezig zijn. Van wat voor apparaten laat je dag en nacht aanstaan. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes waar je gewoon allemaal al rekening mee kan houden, wat mee kan doen. Ja, en wat minder lang douchen en zo, die dingen. Ja, dat zijn echt die hele kleine stapjes. Daar zijn jullie van de duurzaambouwelijkheid ook eigenlijk al heel erg mee bezig, toch? Zeker, de kleine maatregelen, die kan iedereen treffen, zoals je al aangeeft. Dat is ook een mooie stap voor de mensen om een beetje bewuster te worden van hun energieverbruik. Dus zeker beginnen met radiatorfolie of leidingisolatie, ledverlichting, dat soort zaken. Ja. Het kan een leuke motivatie zijn om door te gaan pakken uiteindelijk. Ja, ja en al wat jij zegt inderdaad, hè, je douchen, je verbruik, lampen aan, lampen uit enzovoort. Ja. Dus eigenlijk, want dat hoor je vaak, logische opmerking, ja, mooi die verduurzaming, daar zijn we allemaal voor natuurlijk. Maar ja, het portemonnee, het kost ook wat. En dan zijn juist dit soort stappen dus eigenlijk al heel makkelijk te zetten. Ja, en die kosten weinig. Die kosten dat weinig. Dat kan iedereen doen. Precies. Je refereert al even aan je dochters. Hoe is jouw gezinssamenstelling? Ik heb één zoon en twee dochters. De dochters wonen in Haarlem en mijn zoon woont hier in Wochtem. Ja. Kijk eens. En jullie ook. Met en wij ook, ja. Ja, je partner zit nog even lekker in de achtertuin volgens mij. Boekje te lezen, zei ze. Lekker nog in de licht van de ondergaande zon. Hartstikke goed. We zijn al even weer eerder te gast geweest natuurlijk bij Erik. En dan krijgen we een mooie rondleiding door je huis. De woning uit 1997, ik nog, hè? Vrijstaande woning. Jullie zijn de eerste bewoners. Ja. En we waren al even te gast. En kijk eens allemaal wat Erik en zijn partner al hebben gedaan aan duurzaamheid. Veel plezier. Weer een nieuwe aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten. En vandaag zijn we te gast in de gemeente Medemblik, namelijk bij Eri en Erik Huisman uit Wochtem. En ontdekken hoe onder meer bodemwarmte leidt tot een energiepositieve woning. Erik, en wat hebben jullie allemaal gedaan? Nou, we hebben een warmtepomp met een bodemwisselaar aangeschaft. De oude installatie met zonnepanelen is net van dak af. Daar komen de nieuwe op en dan gelijk veel meer. Gelijk 34 op het dak. 34 zonnepanelen? Ja, ik denk dan maar gelijk het hele dak mooi vol. Ja. En daarmee worden we sterk energiepositief. En we zijn van het gas af. Jeetje, en al die veranderingen en verbeteringen. Erik, ben je daar tevreden over? Ja. In de winter is het huis heerlijk warm. En met de afgelopen zomer, die warme dagen, was het hier lekker koel. Lekker koel niet. Maar wel koeler. Een stuk minder warm dan buiten. En dat komt ook door die warmtepomp. Ah, perfect, dat klinkt goed. Ik ben super benieuwd naar al die toepassingen, hoe ze eruit zien. Dus ik ben benieuwd naar de opleiding. Erik, waar kijken we naar? Nou, wij kijken naar de plek waar wij onze warmte uit de grond vandaan halen. Om het huis mee te verwarmen. En ons warme tapwater voor het douchen. Wat zit hieronder dan? Nou, er zit een boring van 100 meter diep. Er zit tyleenslang in, dat gaat naar beneden. En het komt ook weer terug, die tyleenslang. En daarmee kunnen we de warmte aan de grond onttrekken. Om dat in ons huis te stoppen in de winter. 100 meter? Waarom zo diep? Ja, je hebt 25 watt per strekkende meter. Dus als je een pomp hebt van zoveel kilowatt, nou, deel je door het aantal meters. En zoveel meter heb je dus nodig ondergrond. Het is niet zo dat je juist op diepte moet, hoor. Je zou ook 10 boringen van 10 meter kunnen doen. Maar wij hebben gewoon 2 boringen van 100 meter genomen. Ja, want dit is een plek en je hebt verderop ook nog een plek, hè? Ja, we hebben in het pad zit ook nog een boring. Ook 100 meter diep. En daar doet hetzelfde eigenlijk. En dat komt hier naast het huis samen in de verdeler. En daar vandaan gaat er weer een tyleenslang naar de warmtepomp. Ja, precies. Want voor mij als leek, hoe werkt het dus precies? Het komt uit de bodem, naar een verdeelstation en dan naar het huis. Ja. Ben je tevreden over de keuze die je hebt gemaakt? Ja, zeker. We hebben gekozen voor een warmtepomp met een bodemwisselaar. Omdat het gewoon veel beter presteert dan de andere warmtepompen. Met een ventilator achter je huis die een hoop herrie maakt en waar de buren last van hebben. Dit is een duurder systeem, maar veel minder onderhoud en wij zijn er heel tevreden over. En waar kijken we hier naar? Nou, dit is nou de warmtepomp.
En zoals je ziet, dat neemt niet meer plek in dan een gewoon koelvriescombinatie. Zeg maar. Ja. Het lijkt op een koelkast, dat is het natuurlijk niet. Nee. Hoe werkt het? Nou, die zwarte leidingen, dat zijn de geïsoleerde, dat is het koude water wat uit de grond komt. Daar wordt de warmte uit onttrokken. Die warmte die daarbij vrijkomt, die wordt overgezet door de warmtepomp naar het systeem in het huis. En dan gaat het naar de radiatoren toe. En daar komt dus de warmte in ons huis. Want je kunt hier ook gewoon warm water, je warme douche, dat haal je allemaal hier vandaan? Ja, er zit een vat van 178 liter in. Dat wordt op 58 graden gebracht bij ons. En als dat dus afkoelt, dan warmt hij dat weer bij. Dat staat continu op die temperatuur. Ja, en als gebruiker merk je dat niet. Als je gewoon die warme douche aanzet, dan heb je meteen warm water. Heb je meteen warm water, misschien nog sneller dan met een cv-ketel. En een normaal gezin, 4-5 personen, ga je dan vanuit? Ja, die moet hier genoeg aan hebben, ja. Ja. Je kan niet eindeloos onder de douche staan, want dan heeft hij gewoon niet genoeg water. En dan duurt het te lang voordat het weer opgewarmd is. Het levert natuurlijk ook wel een flinke besparing op lange termijn, lijkt mij. Ja, ja, dit scheelt een hoop geld. Kijk, we hadden een energierekening van €1200 aan gas. Zo. En die ben je gewoon kwijt. Dat houden we elk jaar in onze zak. Een van de gevolgen van een gasloze woning is dit. Ja, inderdaad. Inductie koken. En nou, hoe werkt dat precies? Nou, het is gewoon heerlijk. Kijk, inductie verwarmt niet van onderaf, maar die verwarmt je pan. En je pan die maakt pas de plaat heet. Dus die plaat wordt altijd veel minder heet dan bijvoorbeeld bij keramisch koken. En ja, als hier iets overkookt, ja, het is even een doekje eroverheen en het is gelijk schoon. Er brandt niets aan. Dus ik zou het iedereen aanraden, ook al kook ik zelf nooit, maar het is heerlijk. Ja, het eten is goed. Niks te klaar. Nou, we hebben de warmtepomp gezien. We hebben gezien dat jullie gasloos zijn. We hebben het inductiekoken even behandeld. Maar heb je nou nog meer maatregelen getroffen die duurzaam zijn? Nou, wat wij nog van plan zijn te gaan doen is ons glas vervangen. Het is nog echt het ouderwetse dubbelglas, gewoon de luchtgevulde. Nou, dat wordt voor een deel trippelglas en voor een deel HR++ glas. Oké, dus dat wil je nog doen? Ja, en op zolder wil ik nog meer aan de binnenkant van het dak nog een stuk gaan isoleren. Na-isoleren, dat we even betere isolatie hebben. Ja, dus dat zijn grote plannen. Maar ik begrijp dat het met de vloer ook wat was, hè? Nou ja. Je hebt een lage temperatuurverwarming nodig om een beetje economisch manier met je warmtepomp je huis te verwarmen. Dus, en we wilden onze houten vloer er niet uitgooien. Dus daarom hebben we lage temperatuur radiatoren genomen. Dus dan kan je toch je hele vloer alles gewoon netjes houden. Je hoeft alleen je radiatoren te vervangen. En daarmee kan je toch aan de warmtepomp. Dus het ziet er ook nog eens heel mooi uit. En je hoeft inderdaad niet meteen die prachtige vloer eruit te halen. Nou, het effect is inderdaad geweldig. Wat is nou voor jullie de motivatie geweest? Nou, er zijn eigenlijk meerdere dingen. Ten eerste wil ik, mijn kleinzoon is nu een jaar oud. Als die straks 20 of 30 is, wil ik niet dat hij het verwijt mij kan maken van jullie hadden toen nog de kans om er wat aan te doen aan de opwarming van de aarde. Zo. Ik heb mijn dingetje in ieder geval gedaan nu. Dus er zit eigenlijk een hele diepere motivatie onder, een soort nalatenschap. Ja, dat kan je het wel noemen, ja. En dat de financiële voordelen is voor jullie eigenlijk een prettige bijkomstigheid ja, geweest. Ja, zo is dat, ja. Want met het toepassen van al die veranderingen, hè, hebben jullie nou nog subsidies gekregen en ondersteuning van de gemeente Medemblik? Ja, er was een pioniersubsidie van gemeente Medemblik. En daar hebben we gebruik van gemaakt. En de warmtepomp zelf krijg je vanuit de landelijke subsidie, krijg je nog wat subsidie op. Okay. En dat maakt het allemaal financieel nog een beetje betaalbaar, want het blijft toch een dure installatie. Nou Erik, dankjewel voor deze rondleiding. Graag gedaan. Echt super gaaf om te zien en ik hoop dat jullie het ook super gaaf vonden. En ook inspirerend, want we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Een evenement van de 7 West-Friese gemeenten in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en natuurlijk de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Ben jij nou benieuwd wat jij kan doen? Met een kleine stap maak je een groot verschil. Kijk dan eens op de site van het Duurzaam Bouwloket. En dan zien we elkaar weer terug bij de volgende aflevering van Gluren bij de Duurzame Buren. Hoe heb jij dat aangepakt? Nou, je gaat eerst eens kijken gewoon in huis wat kan ik besparen. En dan ga je ook naar ledlampen en zo kijken. En we waren toen ook bezig met een zonnepanelen-installatie op dak. We hebben 16 panelen opgezet. Nou ja, en dan op een gegeven moment hou je nog een hoop elektriciteit eigenlijk over ervan. Denk, nou ja, dan ook maar inductiekoker erin. Want dat is gewoon hartstikke prettig ook. Maar ja, okay, dus koken gebruikt niet zoveel. Dus ja, wat er nog steeds over. Dus jij bent wel eerst gewoon echt binnen gaan rondlopen. Heel simpel naar de lampjes kijken. En, en toen dus die zonnepanelen. Maar met 16 panelen hield je dus ook al energie over. Ja, maar toen hadden we nog geen warmtepomp. Oké, en toen? Toen op een gegeven moment wilde ik ook die warmtepomp
plaatsen. Eerst heel goed ingelezen van wat voor systeem vind ik nou zelf het mooiste en wat wil ik graag hebben. Nou, dan heb ik dus niet gekozen voor een luchtwaterwarmtepomp, maar een waterwaterwarmtepomp. Ze halen de warmte uit de grond in plaats van uit de buitenlucht. Dan heb je niet zo'n ventilator achter je huis staan die een hele berg lawaai maakt. Ook dat het lawaai, maar ook de kwetsbaarheid van het materiaal, hè? Het onderhoud ook wel wat. Je hebt veel meer onderhoud bij een luchtwaterwarmtepomp. Dus en ons heeft eigenlijk geen onderhoud nodig. Hij gaat veel langer mee. En is veel zuiniger met elektriciteit. Maar ja, dan heb je ook weer dat je dus net even tekort elektriciteit hebt. Dus er moeten wat panelen bij. Nou, dus dat heb ik mijn oude installatie eraf gegooid. Ik heb gewoon mijn hele dak maar gelijk vol. Omdat ik zelf kan plaatsen, zijn de kosten beperkt. En tegenwoordig krijg je ook nog redelijk wat voor wat je te veel levert aan elektriciteit. Daar krijg je nog redelijk veel van terug. Vanuit de energielevering. Dus ik zeg nou, dan mijn hele dak maar vol. Maar de meeste mensen die ze moeten laten leggen, die zullen daar niet voor kiezen. Want ja, dan heb je die kosten er allemaal bij en zo. Dan is het een stuk duurder dan wat ik. Ja, nou ben jij iemand die heel handig is en veel doet. Hè? Ook je bedrijf, de drukkerij, dat heb je ook niet voor niks. Dat je je daarmee bezighoudt. Dus heel erg van de processen en natuurlijk gewoon mooi maatwerk leveren. Stel je nou voor dat je een Chris Wolder bent. Ik heb twee linkerhanden. Ik wil heel graag doen wat Erik doet. Mm-hmm. Maar hoe kan ik dat dan doen, Peter? Met zonnepanelen bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Moet ik dan bij jullie terecht zijn? En moet ik dan naar het duurzaam bouwloket gaan? Ja, nee, zeker. Op onze website hebben wij heel veel informatie staan. Ook over zonnepanelen bijvoorbeeld. Dus dat is duurzaambouwloket.nl. Daar kun je ook bijvoorbeeld bedrijven vinden die zonnepanelen installeren bij jou dus in de buurt. Dus jullie hebben daar al een lijst staan van bedrijven die je moet... ik zie jou ook knikken, dat heb je ook op die manier gedaan ook. Ik heb wel het een en ander op duurzaambouwloket gelezen, ja. Ja, en, ja, precies. Dus dat is echt wel ook een van de eerste stappen die jij toen hebt gezet. Ja, een van de, ja. Oké. Okay. En wat kan je dan nog meer doen? Ja, dus dan kan je met je postcode en huisnummer kan je bedrijven bij jou in de buurt vinden. Dus kun je ook wat lokale bedrijven vinden. Niet dat je ze helemaal... Uit Maastricht of Emmen hoeft te halen. Precies. Ja. Dus dat is al een mooie eerste stap. Nou, dan zou ik gewoon adviseren om 2 of 3 offertes op te vragen bijvoorbeeld. En dan mocht je daar niet helemaal uitkomen, dan kan je die offertes ook naar ons toe mailen. En dan kijken wij ook gewoon even met je mee wat... Waarom de ene offerte naar dit zegt en de ander dat. Want je zei ook, hè, een van de stappen was, ik ben naar duurzaam bouwloket gegaan. Welke stap heb je dan meer genomen? Omdat je bent dus rond gaan kijken. Je hebt je ook overal geïnformeerd, volgens mij. Hè? Nou, ik ben ook jaren geleden al naar de VSK gegaan. De installatiebranche. Dat is eigenlijk voor de installateurs van gasketels en dergelijke. Ja, dat is echt een beurs. Is het een Mirai of zo? Of Utrecht? Of, Ja, weet ik ook niet meer. Nou, maar goed, Utrecht, het is gewoon echt een... Was in Utrecht, ja. Ja. En daar en er was ook een heleboel sprekers waren over warmtepompen. En dan hoor je ook al verschillen. En wat ze opbrengen. Hoeveel warmte je uit een kilowattuur kan krijgen bij een bepaald type warmtepomp. En daar ook mijn informatie vandaan gehaald. Ja, voor de rest probeer je de goede informatie van internet te halen. Al is dat ook wel moeilijk, want er wordt ook een heleboel onzin. Ja, dat lijkt mij ook. Heb je een goede site waar je denkt van, nou, als je daar gaat zoeken, dan heb je wel goede info. Duurzaambouwloket, hoop ik. Ja, precies. Nou, maar wat anders inderdaad. Ja, niet dat, precies. De site van Theo is... Huisenergieneutraalmaken.nl, volgens mij. Ja, huisenergieneutraalmaken.nl. Ja, maar ja. Ja, dat is daar staat ook heel veel informatie op. En ook vooral, wat ook heel belangrijk is, informatie wat je vooral niet moet kopen. Er zijn ook echt een aantal producten in de handel, zoals een elektrische cv-verwarming of zo, die zeggen dat ze dus meer energie uit de kilowattuur kan halen. Het is echt een en al onzin gewoon. De ionisatiewarmtepompen, of ionisatieketels, zo noemen ze dat. Maar dat slaat helemaal nergens. En hoe ben jij erachter gekomen dat het onzin was? Is het omdat je er zelf kijk op had? Of ben je gaan overleggen met jongens, klopt het wel, die tabellen en die opbrengsten? Ja, ik heb het ook met anderen overlegd. Maar kijk, als je zelf een beetje verstand van natuurkunde hebt, dan weet je, als er geen kernsplitsing of kernfusie in die ketel plaatsvindt, dan haal je gewoon 1 kilowattuur warmte uit 1 kilowattuur elektriciteit en niet meer. Ja, zo is het. Een warmtepomp, die kan meer opbrengen, want die verplaatst de warmte. Dat is een pomp, die verpompt het bijvoorbeeld van de buitenlucht naar binnen, of naar de grond naar binnen. En dan kan je dus meer warmte uit 1 kilowattuur halen. Ja, jij weet er zelf ook echt veel van, ook de processen. Je vertelde ook een beetje het voorgesprek dat je zelf ook wel eens webinars hierover hebt gegeven, toch? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie iets van de duurzame huizenroute. Ja. Wat gewoon 1 keer per jaar is. En in het voorjaar hebben ze wel eens thema dingen nog. Met het najaar in november is meestal die duurzame huizenroute. En ja, dit jaar was het dus vanwege de corona... kon je geen mens bij je thuis uitnodigen. Nee. Dus, maar dat kan je wel zelf, wel online kun je doen. Dus ik heb daar een webinar in gedaan. Dan konden mensen
mee praten en vragen wat wij gedaan hadden. Ja, ja, ik denk en zo ben ik ook bij een collega van Peter geweest toen die zijn huis openstelde, om te kijken hoe hij dat deed. Aha, oké. Okay. Trouwens, Peter, ben je zelf ook thuis met duurzaamheid bezig? Ja, zeker. We hebben ook bijvoorbeeld zonnepanelen en alles wel geïsoleerd. Ja. En de stap naar de warmtepomp, die heeft mijn collega Erik bijvoorbeeld wel al gemaakt. Maar die moet ik zelf ook nog maken. Maar moet ik maken? Dus dat betekent wel dat die eraan kopieert? Nou, het moet natuurlijk niet. Nee. Maar dat zou wel een mooie streven zijn om uiteindelijk ook die kant op te gaan. Ja. Heb je de pomp van Erik al gezien? Ja, ik heb die ook van Theo gezien. Volgens mij hebben jullie dezelfde soort... Ja. Ik heb een iets groter, want ik heb een groter huis op, maar het is dezelfde. Ja. Oké, ik kijk eventjes van de vragen, want we horen natuurlijk nou al namen inderdaad. En helemaal te gek, daar begin ik zelf natuurlijk mee. Je kijkt nog steeds naar de livestream dus van Gluren bij de Duurzame Buren. Van het Duurzaam Bouwloket, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. En natuurlijk een evenement van een van jou van de 7 Meest-Friese gemeenten. Dus jouw gemeente zit er ook bij, gemeente Medemblik. Zijn we te gast. Morgen trouwens gemeente Kocheland, vertel ik zo iets meer over. Maar de eerste vraag is binnen, heren. En die is van Joost. En die is, zou de bewoner nog meer willen verduurzamen? Ja. Oké, wat is het plan? Nou, qua ventilatie hebben we alleen een klein beetje natuurlijke ventilatie. Gewoon van de badkamer en de wc. En meer is er eigenlijk niet. En een paar roostertjes in huis. Maar eigenlijk heel normaal, ook voor die tijd dat ons huis gebouwd was, was eigenlijk gewoon om een ventilatieunit te hebben. Dat je actief aan het ventileren bent. Dat is bij ons toen niet geplaatst om de een of andere reden. Maar dat was een soort standaard? Gewoon een standaard ventilator. Die dus eigenlijk je lucht afzuigt het huis. En de lucht komt binnen via de roosters bij je ramen. Ja, dat zie je. Maar dan krijg je dus koude lucht binnen, terwijl je de warme lucht naar buiten gooit. Dus in de winter is dat niet zo handig. Nee, helemaal niet. Nee. Dus dan als je nou een WTW-unit plaatst, dus een warmte-terugwin-unit, dan gaat die de vieze verontreinigde lucht, zeg maar, waar veel CO2 en alles in zit, dat blaas je naar buiten. Maar de lucht die binnenkomt, die neemt de warmte over van de lucht die naar buiten gaat. Dus een warmtewisselaar. Okay. En dan blaas je ook op een paar plekken dus in. Dus die roosters kunnen weg bij je ramen. En je gaat gewoon lucht inblazen actief. En je zuigt net zoveel af als dat je inblaast. Is dat een installatie die veel die groot is en veel kabaal maakt? Want dat is wel een... Je hoort hem wel. Je hoort hem wel? Ja. Kijk, bij ons gaan we hem op zolder plaatsen. En dat is gewoon een dichte zolder en geen verbinding naar beneden. Dus ik zal er denk ik helemaal geen last van hebben. Nee. Maar je hoort ook mensen wel eens over klagen dat hij eigenlijk te veel lawaai maakt. Ja, maar dan moet je dus dan met de plaatsing bij doen. Zou ik dat niet meer kunnen. Ja. Oké, ik heb net iets gezegd over... Oh, gisteren hebben we een vrouw in de stream. Die zullen we ongetwijfeld nu ook wel zijn. Maar dit is een vraag van een man. Berend, zit er veel kwaliteitsverschil in zonnepanelen? En hoe zit het eigenlijk met het brandgevaar? Ga ze hem even niet helpen, Peter. De kwaliteit in Nederland wordt zeer goed gewaarborgd. Dus het maakt niet heel veel uit van wat voor installateur je de zonnepanelen haalt. In principe moeten alle installateurs wel met goede kwaliteit zonnepanelen werken. Dat is echt gewoon volgens de EU-norming. Ja, is dat dan in Nederland nog wat strenger? Gewoon Europees norm inderdaad. Dus daar hoef je niet heel bang voor te zijn. Brandgevaar zei je nog. Nou, zonnepanelen zelf die vliegen in principe niet in de brand. Wat je nog wel eens hoort van die verhalen op het nieuws. Dat zijn vaak bij mensen die het soms zelf geïnstalleerd hebben. En dat daarbij de aansluiting niet helemaal goed gaat. Die aansluiting wil nog wel eens korte sluiting plaatsvinden. Dus, maar ik heb geloof dat Erik dat zeker wel goed... Want jij hebt al heel wat panelen op het dak gelegd. Ook voor andere mensen, vertel je familieleden. Heb je dat brandgevaar? Hoe zit dat precies? Nou, ik heb de voorbeelden gezien van een stekkertje die je gewoon met de combinatietang er even aan plat geknepen is. En dat moest dan de verbinding maken. Ja, dat is dus niet de manier. Ja, ik heb een tang van ruim €200 ervoor moeten kopen om ze er goed aan te knijpen. Ja. En dan moet je echt, gewoon, dan moet je zeker voor zijn dat die verbinding goed is. Ja. Want anders heb je inderdaad brandgevaar. En ik denk, ik weet niet of jij er meer van weet, maar zolang je het op je betonnen dakpannen legt en er zou een stekker uitfikken, denk ik nog steeds niet dat je brand binnen van krijgt. Is dat zo, Peter? Nee, dan is de brandgevaar natuurlijk alweer een stuk minder. Je hebt bijvoorbeeld ook indak zonnepanelen. Ja. Daarvan is het bijvoorbeeld wel belangrijk dat er goed geventileerd wordt onder die zonnepanelen om ook dat te gaan voorkomen. Ja. Maar zolang je gewoon een gecertificeerd zonnepaneelbedrijf hebt, moet dat echt nul problemen. We waren onlangs in Hoorn, daar komen we trouwens ook komende week nog, want iedere dag zijn we in een andere gemeente. En die bewoner zei, ik had een aantal mezen onder die zonnepanelen, want lekker warm, dus ze vinden. Maar dat brandgevaar is dus... Vaak verkeerde aansluitingen bij mensen die het zelf gedaan hebben. Ja, en die dus niet de kennis hebben, maar wel misschien uit kostenbesparende overwegingen denken, laat ik het zelf maar gaan doen. Oké, dus weer de informatievoorziening, dus is superbelangrijk. Ja, oké, dan hebben we een vraag uit Lennart. Kan ik subsidie krijgen als ik zelf zonnepanelen plaats?
Nou, subsidie niet, maar er is wel een belastingtechnisch voordeel dat je 21% belasting kan terugvragen. Zo, dus die BTW kan je terugvragen. Die BTW kan je terugvragen, inderdaad. Nou, ik weet niet of je dat ook al gedaan hebt. Ja. Ja, en over subsidie, want je hebt natuurlijk ook nog een subsidiemogelijkheid als je nog meer wilt verduurzamen. Want die BTW-pop hebben we het even over gehad. Maar jij wilde nog meer dingen doen, hè? En als je dan twee maatregelen toepast. Twee isolerende maatregelen. En waar denk je nog meer aan dan? Ja. Nou, ik heb eigenlijk nog hier het ouderwetse dubbel glas in mijn huis. Aha. Dat wil ik allemaal vervangen voor of HR++ of hier en daar het triple glas erin doen. Dus met twee lagen, luchtlagen ertussen, zeg maar vlucht. Het is een speciaal gas wat erin zit. Bij mij zit er gewoon nog lucht tussen. En dan is gewoon, ik ga van een U-waarde, wat ze dan noemen, van 2,8. Ga ik bijvoorbeeld naar 0,7 of zo toe. En wat is de U-waarde? Dat heeft te maken met de weerstandswaarde eigenlijk. Of hoeveel warmtegeleiding je naar buiten toe hebt. Ah, oké. En moet je ook je kozijnen vervangen of niet? Kun je dat gewoon... Nou, als je gewoon dit vervangt voor HR++, dan kan het gewoon in deze kozijnen. Voor trippelglas moet je even wat meer uithalen om dat te kunnen plaatsen. Ja, dus HR++ zou logischer zijn, maar ik denk, trippel is ook wel leuk. Kijk eens aan. Okay, maar de tweede maatregel, ik moet dus een tweede maatregel doen. Dus ik denk dat ik boven de kap, maar van binnenuit, maar extra ga isoleren. Omdat ik dan nog een keer een stukje subsidie erop krijg. En dan vanwege dus die dubbelslag van maatregelen. Ja. Heb je tips voor dakisolatie? Of heb je er zelf al ideeën over? Je lijkt me een man die dat al een beetje heeft bedacht. Nou, een van de materialen die de hoogste isolatiewaarde heeft, dat is PIR. Je hebt ook PUR, maar dit is PIR. PIR. Ja. En dat is de hoogste isolatiewaarde. Dus als je zo weinig mogelijk ruimte wil kwijtraken in je huis, dan doe je de PIR-platen tegenaan en dat werk je weer af. Oké, dat zijn platen. Dus dat platen. Is niet dat PUR-schuim, echt nee. PIR-platen. Platen, ja. Het is ook gewoon schuim, een bepaald soort schuim. Ja, oké. Maar het komt echt niet van die platen. Ja. Dus daar denk ik dat ik voor ga kiezen, Nou, dan heb je er al eigenlijk drie genoemd zelfs. Dus dan kun je nog gaan kiezen. Hartstikke mooi. Ik kijk even. Ja, inderdaad. Nou, er is er hoor. Daisy, inderdaad. Daisy. Dit is ook een vraag die we vaak krijgen. Misschien herken jij hem ook al, Peter. Mm-hmm. Geeft een warmtepomp geluidsoverlast, Erik? Nou, die van ons niet. Dat is niet veel meer dan een koelkast. Ja, want het is al een soort koelkast, hè. Daar lijkt het op, inderdaad. Ja, maar als je dus... een luchtwaterwarmtepomp, hè, dat je dus je warmte uit de buitenlucht moet halen. Ja, daar staan ventilatoren in om... Ja, die maken wel. Om al die lucht er langs te halen, om daarmee de warmte uit te halen. Dat maakt geluid. Dan kan je daar weer een kast omheen maken. Ja, dat nadeel weer, dat rendement weer wat omlaag gaat. Ja. Dus dat is, vind ik, allemaal niet ideaal. Het is ook heel erg afhankelijk, inderdaad, van hoe goed ze dan geïnstalleerd zijn. De warmtepomp zelf is eigenlijk die koelkast waar je het over hebt, die binnen staat. Ja. En de bron, dat kan verschillen. Dus in dit geval heb jij dan de grond gebruikt. Ja. Wat je vaak tegenkomt zijn inderdaad dat je de lucht gaat gebruiken met zo'n soort airco-unit die je buiten hebt staan. En die maken wel wat. Dat kan geluid maken, inderdaad. Kan, maar daar ben je al best genuanceerd over, hoor ik. Ja, de normering wordt ook steeds strenger van hoeveel geluid het mag maken. Dus wat is dat nu ongeveer? Volgens mij lag dat rond de 40 decibel bij de buren, bij de grens. Mm-hmm. Maar zolang je gewoon een goed ingeregeld systeem hebt en bijvoorbeeld een suskast eromheen, wat niet het rendement heel erg zal verlagen. Ja, dan, ik denk als je je buren niet vertelt dat je er een hebt, dat ze het ook niet zullen horen. Dus vaak heeft het een beetje een slechte start gekregen qua geluidsoverlast. Tegenwoordig. Maar dat is meer de beeldvorming eigenlijk bij de eerste types. Ik heb natuurlijk ook gezien je warmtepomp. Nou ja, ik hoorde niks. Nee. Dus het antwoord is dus eigenlijk nee. Nee. Toch? Okay. En waar je misschien voor zou kunnen kiezen is die panelen van triple solar. Heb je tegenwoordig ook nog inderdaad. Het is wat nieuwere technologie. Ja. Sorry, de panelen van triple solar? Triple solar. Ja, dan gebruik je je hele dak als warmtebron onder je zonnepanelen. Dan wordt eigenlijk die warmte die dus ontstaat wel bij die zonnepanelen weer omgezet. Eigen warmtenet. Gaat de wind achter je zonnepanelen langs en daar onttrekt die de warmte uit. Net zoals dat je met zo'n airco-unit dat in principe ook doet. Alleen gaat het dan passief. Ja. En dat is dan een van de nieuwe technieken die we nu ook af en toe zien, inderdaad. Ja. Dat maakt geen geluid. Dat maakt ook geen geluid. Goed, inderdaad. Nou, naar deze hebben we Henny. Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een warmtepomp? Heb jij er subsidie op gekregen? Ja, dat is gewoon een landelijke subsidieregeling. Dan kan je ook gewoon lezen op het internet. Kan je gewoon opvragen RVO.nl. Bij het RVO, RVO, dat is Rijksvoorlichtings... Wat is dat? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Okay. En
Dat is de IFDE-subsidie inderdaad. En hoeveel subsidie, dat is een beetje afhankelijk ook van je warmtepomp. Maar volgens mij ligt het rond de €2000. Ja, zoiets, ja. Oké, dus het is een absoluut bedrag. Geen percentage van de aankoop, maar gewoon een... Ja, het heeft een beetje te maken met het vermogen van je pomp ook en zo. Ja, ja. Een heel klein warmtepompje krijg je ook niet zoveel subsidie dan dat je hele grote hebt. Ja, het is in narato is dat ingedeeld. Ja. Oké, en dat heb je wel veel aan gehad, lijkt me. Dat was het is wel een stukje hulp in het nog een beetje rendabel maken, ja. Ja, het was gewoon een duwtje in de goede richting. Maar je moet wel... Want dat is natuurlijk ook, we zijn natuurlijk al een beetje bij de intro van deze livestream. Want dan kijk je nog steeds naar de livestream dus van Gluren bij de Duurzame Buren. Je kan niet in ieders portemonnee kijken. Ik weet even niet wat het gemiddelde inkomen van de gemiddelde West-Fries is. Maar is het nou, zonder in bedrag te raken hoor, is het nou een grote investering, Erik? Nou, zoals wij het gedaan hebben wel. En wat maakte die grote investering? Omdat jullie hebben op verschillende boringen gedaan, hè? Ja. Kijk, wij hebben gekozen voor dat systeem, omdat het dus veel langer meegaat naar mijn idee. Veel minder onderhoud nodig heeft en geen geluid maakt. En vind ik dat het beste systeem en dat het ook het minste energie vraagt. Daar hebben wij daarvoor gekozen, dus dat systeem. En dat is duurder dan. Maar ja, je hebt, omdat je dus minder onderhoud nodig hebt en minder energie vraagt, verdien je het ook weer terug. En je kan kijken naar de terugverdientijd en dat ligt dan ongeveer gelijk met een luchtwaterwarmtepomp. Ja, precies. Dus dan denk ik van dan liever in het begin wat meer investeren. Ja, en dan, want je moet ook echt, je bent zelf ook ondernemer, maar je hoeft geen ondernemer te zijn dus om deze stappen te zetten, toch? Nee. Ondernemer in Nederland, hè? Ja. Ik ben particulier, maar ik ben, omdat je dus een actie wil ondernemen, maakt dat het jouw precies. En daarnaast is er ook nog een gemeentelijke subsidie in medeblik. Want als je helemaal aardgasloos gaat, dat je daar ook nog subsidie voor kunt krijgen. Moet je dan in één keer van gas af? Of moet je dat in fase? Je krijgt de subsidie. Nee, dat is de laatste stap die het medeblik echt stimuleert. Dus echt het aardgasloos maken van je woning. Daar kun je nog eens aanvullend subsidie op krijgen. En daar is de gemeente Medeblik uniek in? Of zijn er andere 7 West-Friese gemeenten? Medeblik is wel redelijk uniek daarin, inderdaad. En dat is ook de pioniers-subsidie, wordt die ook al genoemd. Voor de mensen die, net als Erik, echt pioniers zijn. Ja. Die als eerste van het gas afgaan, die kunnen daar nog van profiteren. Ja, jij bent ook van het gas af. Ja. Geweldig, want dat levert natuurlijk toch al, want we hebben het even over het woord portemonnees gevallen, maar dat levert natuurlijk ook een flinke besparing op, lijkt natuurlijk, mij. Ja, daar kan je ook een hoop van betalen, dus uiteindelijk heb je toch weer terugverdiend. Ja, ja, zo is dat. En dus nog met een beetje subsidie vanuit de gemeente. Nou ja, we hebben net iets gezegd over dames, daar hou ik echt over op, want we krijgen nu is weer Mandy aan de beurt, dus wat dat betreft gaan we door. Welke goedkope stappen kan ik nemen om te verduurzamen, vraagt Mandy. Nou heren, De kleine maatregel die we al zo noemden inderdaad. Stel dat Mandy net even ingeschakeld is. Mm-hmm. Kunnen we die nog even een keertje herhalen? Wat zei die? De LED-verlichting is altijd een mooie. Radiatorfolie, leidingisolatie. De natakieren goed dichtzetten met nieuwe rubbers misschien. En het inregelen van je cv-ketel kan ook nog wel een stap zijn wat veel gas bespaart. Ja. En jij noemde ook al huistuin- en keukenmaatregelen op, toch? Zo even, dus kijken naar je lichtpunt. Wat heb je nog meer gedaan ook alweer? Je verbruik, je douchen, wat zei je allemaal? Gewoon even wat korter douchen en zo. Dat scheelt ook natuurlijk. Ja. En niet altijd de kraan laten lopen. Ja, dat zijn heel simpele dingen, maar daar kun je gewoon best mee besparen. Ja. Daar kan je heel veel mee besparen, goed. Ja. Ik kijk even naar Jenneke Spijkstra van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Je werkt natuurlijk ook mee aan dit project, of dit evenement. En natuurlijk Alex Gitsels van West-Friesland Media. Meneer West-Friesland in bedrijf en ons West-Friesland stream die je op Facebook nu gebruikt. En natuurlijk mensen die nog steeds kijken via Webinar Geek. Hoeveel vragen hebben we nog, jongens? Ja, ik kijk er gewoon aan. Ik zie er nog 2. Ja, oké. Nou, dan gaan we door. Ik krijg ze nog niet in beeld. 2 vragen nog, dus misschien die wel via Facebook. Zeg, wil jij ook nog een persoonlijke noot toevoegen? Iets wat je nog echt mensen die je nu aan het kijken zijn mee wil geven? Want jij vertelde ook tegen ons... Ja, natuurlijk kijk je naar terugverdientijden en zo. En denk je natuurlijk ook wel aan je portemonnee. Maar daar gaat het mij niet om. Nee. Ik vind het gewoon het milieu heel erg belangrijk. En ik vind dat we de opwarming van de aarde echt moeten tegenhouden. Ja, en dan snap ik niet dat mensen nog steeds wel vinden van... het is toch erg dat die temperatuur zo omhoog gaat en zo. Maar er staat daarna wel weer een nieuwe auto voor de deur. En ze doen niks aan de verduurzaming van hun woning. En dat vind ik jammer. Ja. Ik denk dat kan ook heel anders. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die het niet kunnen betalen. Maar we hebben ook daar zijn er weer financieringsregelingen voor. Dat weet jij misschien wel beter. Ja, dat ik een beperkt budget heb. Ja, dus je hebt nog een energiebespaarlening die je kan gebruiken.
Wat is dat even in Jip en Janneke taal? Een energiebespaarlening die kan je gebruiken voor duurzame maatregelen. Zoals bijvoorbeeld isoleren of ventilatiesystemen of zonnepanelen of nou, een warmtepomp. En dat is dan vanuit ook de regering. En dat kan je tegen een redelijk rentetarief kan je dat geld gaan lenen. Lenen, ja. Oké. Okay. Ja. Nou goed, lenen, betalen, heeft iemand misschien al gezegd. Maar die rentestanden zijn dus... Ja, die zijn een stuk minder inderdaad, omdat het voor duurzame maatregelen zijn. Ja. Daarnaast heb je dan nog subsidies inderdaad. Nou, die we al besproken hebben, de twee isolerende maatregelen kun je subsidie op krijgen. Je hebt de btw-teruggave voor zonnepanelen. En dan nog eens vanuit de gemeente de pioniers subsidie mocht je echt van het gas afgaan. Ja. Ja. Dus dat zijn wel de voornaamste. Ja, je hebt die pioniers subsidie, maar jij bent voor mijzelf ook wel zelf een pionier. Je bent altijd, wat je al zei, van jongs af aan eigenlijk al hiermee bezig geweest, hè? Ja. 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 Zijn er nog meer pionieren in de regio waar je contact mee kunt zoeken? Buiten Erik Huisman. Ja. Natuurlijk Theo, die we net hebben gesproken. Theo natuurlijk. En, is er een vereniging of een clubje? Nou, of... dat eigenlijk nog niet. Nee, misschien moeten we daar eens meer aan doen. Ja, ja, nou ja, wie weet. Vanavond in de spotlights live op internet. ziet dat initiatief het levenslicht. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Goed, we hebben nog twee vragen. De ene laatste. Oh, kijk. Wim. Kan ik ook een warmtepomp installeren in mijn woning uit 1981? Ja, je kan wel een warmtepomp installeren. Maar de eerste stap, dat geven wij aan, is wel echt het isoleren van de woning. Mm-hmm. Dus een woning uit 81 heeft bijvoorbeeld nog geen vloerisolatie vanuit de bouw. Nou, dan zou ik eerst daarmee beginnen. Het vervangen van je beglazing. Eventueel zonnepanelen natuurlijk. Dus een warmtepomp zou wel kunnen. Maar ik zou het wel eerst beginnen met bijvoorbeeld isoleren. Goed denken om je ventilatie. Duurzaam opwekken door zonnepanelen. En dan komt pas echt een warmtepomp in beeld. Ja. Maar er zijn huizen uit 1920 die er een hebben. Ja. Maar dan moet je wel heel goed na-isoleren. Ja, maar wat ik van jullie begrijp, is dat zou dat niet de eerste stap zijn. Nee. Dus je kan beter dus eigenlijk een groot verschil maken met andere maatregelen die misschien wat minder ingrijpend zijn. En tot slot, Michiel. Nou, ik ken heel veel Michiels uit West-Friesland. Misschien wel Michiel Pinkster. Even kijken. Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om mijn tussenwoning uit 1960 te voorzien van energie? Tussenwoning compleet. 1960 even. Hoeveel zou je er nodig hebben? Compleet voor ook de verwarming. Ja, als je het met een warmtepomp doet. Ja. Wat denk je? Als je dat goed isoleert. Ja, dan denk ik dat je met een. Misschien wel 15, 16 panelen het ook redt, denk ik. Ja? Met een goede warmtepomp en een goede geïsoleerd. Als je me goed isoleert. En die warmtepomp en dan dus met 16 panelen. Ja, want in tussenwoning in 1960 heb ik wel een bepaald beeld bij. Je weet Hij is natuurlijk slecht geïsoleerd uit die tijd. Ja, dus dan, je moet wel echt wat te doen. Ja, maar voor de meeste mensen zal het een eigen verbruik zijn. Dat is gemiddeld een beetje zo'n 3000 kilowatt. Voor een tussenwoning kunnen natuurlijk wat minder zonnepanelen dan een vrijstaande woning zoals die van jou op. Dus vaak kun je er wel 12 kwijt. Nou, dat dekt ook mooi je eigen verbruik af. Mocht je inderdaad wel nog een warmtepomp hebben, ja, dan zou je nog meer zonnepanelen kunnen nemen. Maar het is inderdaad goed om zelf te kijken hoeveel je dan verbruikt. En op basis daarvan ook te bepalen hoeveel zonnepanelen je wilt. Ja. En anders kun je ons ook altijd even bellen of mailen, mocht je daar niet helemaal uitkomen. Ja, en ons is natuurlijk het duurzaam bouwelijke. Ja. Peter, ik wil je danken voor wederom al je informatie en je betrokkenheid bij dit evenement. En natuurlijk al je kennisdeling. En jou ook, Erik. Echt wat fijn dat we zo'n rondleiding mochten hebben en dat je zo openhartig vertelt. Ja. Ik ben ook heel benieuwd als we van weer eens een kopje komen doen hier gezellig in Wochtem. Nou, wat er dan alweer is gebeurd. Ja. Helemaal goed. Nou, jullie ook hartelijk dank voor het kijken en het reageren natuurlijk. Je kunt deze stream nog een keer in zijn geheel terugkijken als je wilt. Dat kan natuurlijk gewoon via Ons West-Friesland, Facebook. En dan scroll je terug en dan kan je lekker kijken. En je kan ook via het YouTube-kanaal van Regio West-Friesland. Daar wordt deze stream ook geüpload. Kun je rustig kijken. Stel je voor, je hebt toch nog vragen. Je hebt toch nog, ik weet het niet precies. Dan kun je altijd naar het duurzaam bouwloket. Dan kun je contact mee opzoeken. Je tikt even je postcode in en dan kom je gelijk bij de goede gemeente. Telefonisch gesprek kun je vrijblijvend krijgen vanuit jouw gemeente met een van de energie-experts. Misschien wel Peter, misschien wel een van zijn collega's. Nou, die komen goed beslagen ter ijs. Ik heb Erik ook al het een en ander daar heel positief over horen vertellen. Kan allemaal gratis en voor niets, zitten geen kosten aan. En er komt nog een mobiele showroom die rijdt door West-Friesland. Dat is een trailer. Ik ken helemaal dat het een elektrische trailer is. Want ja, alles duurzaam uiteraard. De planning daarvan kun je ook vinden op de site van het Duurzaam Bouwloket. Morgen zijn we in de gemeente
Kocheland. Dan gaan we naar Ursem. Dat is een vrijstaande woningenboerderij uit 1980. Helemaal gestript en opnieuw duurzaam opgebouwd. Gaaf om te zien. Dus misschien als je zin hebt, ben je met deze van harte uitgenodigd om lekker mee te kijken, mee te discussiëren. Ja. En ik weet dat Rob dat ook doet. Rob Derksen, de bewoner van gisteren. Leuk, man, dat je de hele tijd hebt gekeken. Nou, je zoon natuurlijk en meerdere familieleden hoorde ik al van de familie Huisman. Nogmaals, dankjewel. Blijf gezond en tot morgen in Kocheland. Dag.